Ja, we hebben altijd onze mond vol, hè? Over die Engelsen in het buitenland, hè? Ja, ja, ja. Daar weten we precies van. En dat klopt ook wel. Die Engelsen die zijn natuurlijk ook volkomen matteklap. Ja, 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 ja. Want A, die trekken allemaal hun shirt uit. Dan B, dan laten ze zich helemaal vol lopen. En dan C, gaan we de Engelsen zich misdragen. Dat is wat de Engelsen doen in het buitenland. Goed, maar, hé, vrienden. Wij kunnen er ook wat van. Ja, ja, ja. Wat denk je van wat er allemaal gebeurd is daar in Portugal? Hey, hallo, in Albufeira. Pff, weet ik veel hoeveel Nederlanders daar waren. Die zich allemaal laten vollopen. En de politie bedreigd. En weet ik veel wat allemaal. En in Knokke, hey, wat denk je daarvan? In België, zelfde verhaal. Ook allemaal Nederlanders. Jongen, wat is er aan de hand daar? Waar zijn die ouders? Die zullen wel trots zijn op die gasten allemaal. Die zich daar allemaal aanstellen. Want, beste vrienden, we zijn te gast in die landen. Ja, dus wat doe je nou als je bij iemand op visite komt? Dan loop je toch niet gelijk de hoek van de kamer in en dan ga je daar staan pissen? Dat doe je toch niet? Dat is dan toch niet fatsoenlijk? Nee, nee. Maar dat doen we wel. Als we naar het buitenland gaan, dan gaan wij daarheen op het Nederlands. En dan is het van, wij zijn Nederlanders en wij doen het hier eventjes volgens de Nederlandse regels. Dat is dan het idee. Dus in die landen, bijvoorbeeld in België en Portugal, daar hebben we mondkapjes voor. Afstand houden, 1,5 meter, enzovoort, enzovoort. Nee, zeggen de Nederlanders die dan komen. Nee, maar daar trekken wij ons niks van aan. Wij doen het op z'n Nederlands. Dus niks mondkapjes en niks 1,5 meter. En we laten ons lekker vollopen. En we zetten de hele boel op stelten. Ja, geweldig. Jongen, jongen, jongen. Hé, je moet je natuurlijk aanpassen aan de regels van dat land. Heel simpel. Ja, en dan komt de politie. En dan zijn we helemaal Nederlanders. Want wat kunnen wij? Wij kunnen politie heel goed beledigen. Daar zijn wij experts in. En wij kunnen dingen gooien naar de politie. En we kunnen ook nog schoppen en slaan naar de politie. Dat kunnen wij. Ja. Nou, daar zitten ze natuurlijk in het buitenland totaal niet op te wachten. En die denken, wat is dit allemaal? Nou, hé. Hey. En ik denk dat met hun.